Zo. Ben jij wel eens ergens... nog een keer. Dat ging weer helemaal super. Groetjes. Ik heb één vraag om gewoon weer met vaklui aan het werk te wezen. Maar... Ja, nog even wachten. Eerst dit. Zo, goedemorgen. Goedemorgen. Dus heb je wat ergens gesolliciteerd waarvoor jij niet bent aangenomen? Ja, RTV Drenthe. Je lacht, maar dat is echt waar. Toen ik jaar of 17 was, voor de autocue. Maar dit kan niet. Het is goed gekomen. Ja, het is goed gekomen uiteindelijk. Maar je stelt die vraag vast niet voor niks. Nee, want ik heb wel eens ergens gesolliciteerd voor een vakantiebaantje. Waar ik niet ben aangenomen. Wat ik best wel jammer vond. En wat voor baantje was dat? Ja, dat was supermarktwerk. Ah, niet. Achter de kassa. Nou, dan is er één ding wat wij vandaag in ieder geval moeten doen. En dat is dat jij achter de kassa komt te zitten. Nou, echt hè? Hey. Jan, goedemorgen. 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 Zoek jij nog vakantiekrachten? Ja, natuurlijk. Zeker. Zoek je nog werk? Nou, wij wel vandaag, ja. In die zomerperiode zul jij wel heel wat vakantiekrachten aan het werk hebben, denk ik. Ja, ik denk dat we dit jaar ongeveer 30, 35 nieuwe mensen hebben aangenomen. Vooral om die zomerperiode een beetje door te komen. Dus ja. Dat is best heel grappig. Want in de drukste periode zijn je vaste mensen weg. Ja. En moeten de mensen die nieuw zijn ook al het werk doen. Dus dat is best een heel leuk proces. Ja, en leuk om te weten, jij bent hier zelf ook ooit als hele jonge kerel begund en nou de eigenaar. Ja, klopt. Klopt. Dus als wij vandaag een beetje ons best doen, dan lopen wij de deur weer uit. Ja. Ja. Ik heb voor jullie Pascal. En Pascal die doet de introducties in de winkel. Stel je al, ik de wagen Pascal of niet? Ah, een tijdje. De verse vracht zegt net binnen, komt net uit de vrachtwagen. Ja. Dus het lijkt me wel leuk als... Als jullie daarmee beginnen. Dat moet gelijk de koeling in dan, ja, denk precies, ik. Ja, precies. Moet gelijk de koeling in. Ja. En verder bakkerij. We gaan overal gewoon een beetje van proeven. Letterlijk proeven ook? Ja, als vind ik ook goed hoor. Ja hoor. Nou, dan gaan we naar het magazijn. Ja. Ja. Want hoeveel vracht is er dan nu binnengekomen? Ik weet niet hoeveel. Dat verschilt echt per dag. Kijk, ze zijn ook al bezig met de eerste dingen vullen. Dus het lijkt mij wel leuk om hier dan mee te beginnen. Ja. Ik weet niet. Dat lijkt me ook leuk. Ja, toch? Ja. Pascal, misschien is het goed om Vera nou even uit te leggen wat FIFO is. En dat is toch ons sleutelwoord in de supermarkt. Ja, dat klopt. En jij weet het wel? Ja, zeker. Oh, oké. Want jij hebt dus een paar jaar in de supermarkt gewerkt. Ja. Ik niet. Oké. Dus vertel. FIFO, dat is een hele mooie afkorting voor first in, first out. Heb ik onthouden van toen ik hier aan het werk kwam. En wat eigenlijk het belangrijkste is van FIFO, is dat niet de nieuwere datums vooraan komen te liggen. Ja. Want je kan je dan misschien wel voorstellen dat alles wat erachter ligt, gaat dan allemaal over de datum. Want iedereen pakt toch het voorste. Ja. Deze datum is van de 7e. Deze is van de 14e. Dus dan hou je deze eruit en leg je de nieuwe erachter in. Ja. En ik ga naar de maaltijden. Goed denken om FIFO vullen. Goed, ja. Ook goed denken dat het wel het goede product is in het vak. Wat we ook altijd doen is even de kar uit de weg zetten van de klant. Dus dat doen we dan vaak een beetje hier zo aan de zijkant. Ja. Dat de klanten er zo min mogelijk last van hebben. Last van hebben, ja. Gelijk even inspiratie opdoen voor vanavond, Edwin. Ben ik überhaupt weer de datum? Oh hier. Voor zo'n containertje verwacht wel dat het in een paar minuten vaak kan. Oké. Kan je hem niet vinden? Nee. Ik denk dat dit geen kip is. Dat weet ik wel zeker, ja. Nou, dat is hartstikke mooi. Dan zijn we het daarover eens. Even kijken hoor. Grappig hoe dat aangeleverd wordt, want alle niet-biologische producten, dat is allemaal keurig verzameld en alle bio is gewoon in één kracht gemieterd. Zoek het maar uit. Vanuit DC, dat is vaktaal van het distributiecentrum. Dit is denk ik vegetarisch. Heeft u toevallig deze ergens voorbij zien komen in het schap mevrouw? Want ik kan ze niet vinden.
Oh, wat erg. Nee, ik werk hier pas een kwartier, dus dat, dat moet toch Jan maar even vragen. Als het vegetarisch is, dan moet het dus daarin zitten. Ik denk dat je daar nog wel eens gelijk in kunt hebben. Ja. Fijn dat klanten zo behulpzaam zijn. Ik dacht dat het televisiewerken was, maar het is weer echt werken. Dus er wordt gewoon een nieuwe collie aangerukt. Heb jij Robert nog gezien of is hij al pauze aan het houden? Ik denk dat we zo pauze hebben. Dik half uur erop zitten. Mag ik vast ook wel pakken, Jan, of niet? Ja? Niet spelen, Vera. Je bent mijn baas niet. Nee, nog niet, maar wacht maar tot het einde van de dag. Ja, Lisa, jij werkt deze vakantie veel hier, ja, hè? Ja, ik werk extra in de vakantie, ja. Om even lekker bij te verdienen? Ja, lekker bijverdienen. Mijn rijbewijs halen, nou, bijvoorbeeld daarvoor. En gewoon leuke dingen doen met vriendinnen. Ja. En waarom werk je dan hier? Nou, het is gewoon sowieso heel erg gezellig, leuk werk, sociaal. Je ziet andere mensen. Ja. Het is wel gewoon echt heel leuk, ja. Dat is goed. En wat doe jij hier dan? Nou, ik heb eerst hier in de vulpoel gezeten. En daarna, toen ik 16 was, mocht ik door naar de kassa. Dus toen ben ik naar de kassa gegaan. Ja. En wat vind je leuker? De kassa. Kassa? Ja, kassa, ja? Vind ik wel leuker, ja. Heb je zin om mij even te helpen, Robert? Wat zeg jij? Heb je zin om mij even te helpen? Ik sta druk te beuken op jouw afdeling. Ik heb nooit zoveel vegetarisch spul bij elkaar gezien. Ja, je wist niet eens dat bestond, hè? Nee. Maar neem vooral je tijd. Dat doe ik ook wel. Oké. Okay. Nog één salmsalade en een bengen. Ja, het zal tijd worden. Oké, dan gaan we op zoek naar kattenvoer. Ik ben even je winkel aan het vernielen. Zit Jan weer de donderjaar? Nee, ik rij overal tegenaan. En als je hem dan weer op de hoek wil zetten, ja, zodat de klanten er zo weinig... Maar mag dat ook hier op de nee, hoek? Nee, het liefst of hier. Kijk, dan kom ik er met mijn kar in Jan. Moet je kijken wat er gebeurt. Als klant kan ik hier nou dus niet. Mevrouw, kunt u... Nou, stelling okay. Nou. Dit is staat. Prima. Wat, een timelapse? Ja, dit wordt een timelapse. Oké, go. Ik denk dat je voor zoiets op een vulploegavond ongeveer een kwartier voor hebt. Kwartier? Ja. Oh, maar wij hebben de tijd af. Oh, wij niet. Weet je wat de classic vakkenvuller starter pack is qua lunch? Ja. Energiedrank met een frikandelbroodje. 100 punten. Ja, dat was vroeger wel zo, ja. Is dat niet meer zo? Ja, de jeugd misschien wel, maar daar ben ik te oud voor, denk ik al. Ja? Ik denk Thijs ook niet meer, nee. Ook niet meer. Ja, ik weet het. Ja, vroeger wel echt, inderdaad. Ja, hè? Robert, de flessenautomaat zit vast. Robert, de flessenautomaat zit vast. Kijk, ik zei het al, en de flessenmachine uit de hel, zo ziet dit eruit. Ja, ja, ja. Het ruikt hier een beetje naar TT. Het ruikt hier inderdaad naar oud bier. Schraal bier, ja. Zeker. Nog een beetje motorgeluid erbij en ik ben helemaal in mijn element. Maar wat wij in ieder geval hier doen, is alle flesjes sorteren op maat en soort. Heel veel succes. Ja, dankjewel. Ondertussen gaat Vera geloof ik kassawerk doen. Ja, zeker. Die gaat nu achter de kassa. Dan kan jij ondertussen hier mooi opruimen. Het is nog mijn eerste dag achter de kassa hoor, meneer. Dus ik moet nog even... Ik vind het prima. Ja, vindt u prima. Gelukkig ja. Maar. Wilt u de bon nog mee? Nee. Oh, nee? Oké. Okay. Ik krijg niet terug van de belasting. Nee. Tot ziens. Hallo. Oké, hallo. Het zit al best veel geld in zo'n kassa. Ja, het zit echt veel geld in. Ja. Oké. Okay. Nou, je moet Vera niet alleen met de kassa laten. Ja, oké. Dan moet ik nu 18 euro... Je moet me niet afleiden, Robert. Goedemiddag. Goedemiddag. Kijk eens. Alsjeblieft. Fijne dag, hè. Tot ziens. Ik weet het ook allemaal niet meer. We gaan nu schakelen met Vera. Kijken wat die aan het doen is. Moeilijk, makkelijk. Nee, ja, ik vind het wel leuk. Ja, ik vind het ook wel leuk. Ik vind vooral het contact met de klanten vind ik leuk. Ja. Ja. En ik ben altijd wel nieuwsgierig wat mensen in dat hun ook. Karretje hebben liggen. Van, wat gaat die vanavond eten? Ja. Nou, dit gaat niet goed, die kan een... Robert. Oh! Ja! Dat wordt dan €27,10 alstublieft. Vera Beuken melden bij de bakkerij de frikandelbroodjes zijn op. Maar goed, Robert is bij de bakkerij. Nou. Riep je mij? Nee hoor. Iets met frikandelbroodjes die op zijn?
Ja, dit heeft veel te lang geduurd. Er zijn hier hordes huilende 14-jarige jongens voorbij getrokken omdat de frikandelbroodjes op waren. En omdat ik er niet was natuurlijk. En omdat jij er niet was, ja, ook ja, dat misschien. Ja, ja. Maar kijk eens even. Ze liggen er alweer. Ze liggen er alweer, ja. Hé, hey, maar dit is wel warm. Dus, hè? Wat? Ja, pas op hoor, het is wel warm. Oh, ik heb echt kipvel op mijn arm staan. Moet je hem zo'n ding in de hand pakken, hè? Het is zo warm. Hier, nou, pak maar. Ja, nee, dank je. En misschien komt het ook omdat ik gewoon niet hard genoeg werk. Zou dat kunnen? Ja, denk ik wel, hè? Ja. Oh, de baas komt eraan. Jongens, werken. Ja. Ik weet dat ik niet wat ik kan doen, man. Zo. En dan ben ik wel even benieuwd, jij wou graag kassawerk doen, dat heb je nou een tijdje kunnen beleven. Hoe was dat nou? Ja, ik vond het oprecht geweldig. Yeah. Maar wel veel handelingen. Je zit de hele tijd van, oké, al die producten scannen en dan zei op een gegeven moment ook een klant van, ja, je moet ook even omhoog kijken. En dan kon ik zien dat hij nog een krat bier in de kar had, weet je, maar dat had ik helemaal vergeten. Dan had ik, anders was hij gewoon zo doorgelopen met een krat bier. Ja, maar dat ging goed. Ik vind dat jullie het heel goed hebben gedaan. Veel variatie natuurlijk. Kassa, bakkerij, de vleesafdeling. Ik vind dat jullie het echt heel goed hebben gedaan. Dus jullie kunnen hier zo aan het werk. Nou, gaan wij nog wat frikandelbroodjes afbakken? Ja, die zijn ja, ik wou net zeggen. Ik hoor een zoemer. Oh, ja. Ik ga ze eruit aan. Tot volgende week of zo. Doeg!